Oké, hallo en welkom bij aflevering 14,5 van Kamerpark. Het park waar we proberen om de 50 punten van de in 2020 aangepaste Kamer van Nederland samen te voegen met een pretpark. En dan de pretpark in Planet Coaster. De halve aflevering staat ervoor dat er deze aflevering niet gebouwd gaat worden. Of nou ja, in zoverre ik ga geen nieuwe tegel behandelen. Want tegel 15 is voor volgende week. Of aankomende week. Tegel 14 hebben we net gehad. En tegel 14 was de VOC en de WIC. En daar moet nog een hoop aan gebeuren. We zien hier zo. Het gebouw van de VOC en de WIC. Of tenminste de attractie. En zoals je ziet is het belabberd. Binnen is het mooi, maar hier, oef, buiten ziet het er niet uit. Nou ja, intussen wacht nog even de research af. Als het approximately one days, één dag, zegt hij. Nou, die wachten we even aan, die gaan we even kijken, wat is dit, is Coriolis? Geen idee, moet ik nog even kijken. De Iron Claw. Ja, dan zetten we meteen even nieuwe words aan. Summit and Plummet. Natural Materials. En dan zetten we die ook even aan. Gewoon te kijken wat er gebeurt. Nou, ja, dan gaan we. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze halve aflevering. Om dit gebouw en de omgeving wat meer sfeer te brengen. Want ja, het is momenteel niet veel. Zoals ik al eerder. Wat was het gegeven? Dat was Classic Brick. En dan hoop ik dat de kleuren nog. Oh! Freaking hell. Oké. Nou, dit lijkt niet eens naar. Wat we natuurlijk nodig hebben dan is. Ik zal. Dan de kleuren hiervan aan moeten passen. Ik weet niet welke kleuren we toegemaakt hebben. Hebben we deze toegemaakt? Of deze was dan denk ik. Nee. Die was dat niet. Gaat de CCR eruit zien joh? Oh wacht, volgens mij hebben we één kleur te pakken. Nee. Toch niet. Oké, dit is allebei BF9000. Zegt hij. Klopt niet. 7F6000. En BF. Oké, dan kunnen we het dus hiermee recreëren. Want het is dat hij in het autocademy. Juist, die zochten we. Dan moeten we dus. Of tenminste, ik. Ik wil hiervan namelijk, wat ik de vorige keer ook al doen, iets mooiere wachtrij maken. Want die wachtrij die heeft nu, nou ja, geen minpunten.
Maar pluspunten krijgt hij ook niet. En ja, daar wil ik toch wel iets aan doen. Dus bij deze gaan we er wat aan doen. Ja, ik probeer het aan mijn nek te kletsen, maar ik kan niet bouwen en kletsen tegelijk. Heel vreemd. Nee, dit gehad hebbende. Even kijken. Dit ziet er wel leuk uit. Zo. Lijkt wel een beetje grachtenpandjesachtig. Dit lijkt nergens aan haar. En er is weer een loser opgepakt. Ja, het lijkt toch een beetje Zaanse huisjes achter, hè? Toch een beetje. Auw. Ik ga zitten, of tenminste ik ga verzitten, ik probeer het. En het gaat compleet mis, of tenminste ik leef nog wel. Het is niet, gaat niet zoals ik het wilde eigenlijk. Goed. Volgende. Ja, ik leg dat een eindje ondergronds aan. Dat heb ik mezelf maar gedaan. Maar dat doe ik normaal gesproken ook al. Dan kan de maakt het niet uit als het eindje boven de grond steekt, hè? Tenminste in mijn beleving. Oh, moet je kijken joh. Het stroomt vol. Te veel iets om te vinden dat hij nu al wel. Goedemorgen. Nee, niet goedemorgen. Het is echt. Nee. Ja, dan moeten we overal nog even. Raampjes en deurtjes plaatsen. Dit is ook wel daarvoor even position snap gebruiken. En dan wil ik ding dong. Hallo. My name is Elder Price. Nee, zo zien deuren er toch niet uit. Zo zien deuren er ook niet uit. De laatste keer dat ik in Amsterdam was, in ieder geval, zo zien ze wel ongeveer uit. En dan wil ik hier zo, want er is hier zo'n crest. Daar heb ik al vaak naar gezocht. Jezus. Goh, maar u lijkt het precies op die attractie daar. Kijk, die heeft ook zo'n crest. En die heeft ook zo'n crest. Nou ja, laat me zeggen dat het
het embleem is van mij. Juist. Oeh, het lijkt Londen wel, verschrikkelijk. Ik ben vergeten mijn telefoon op stil te zetten. Daar wil ik mijn afgeluid erop pingen. Jij buis, die iets te melden heeft. En wil ik wel even de positie snap uitzetten. Dan gaat het ietsje sneller. Nu wil ik er weer aanzetten. Goed. Nu zit dit toch niet in de buurt van het van de wagenrij, dus ziet maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hoe ze, maar ik vraag me wel af. Doorheen. Ik vraag me wel af hoe de wagen er nu uitziet. Wat geeft hij voor score? 48%. En ze vinden deze attractie maar vies goedkoop. Nu wil ik wel de wagen eigenlijk meer of meer verleggen. Dus dan word ik hem hier langs lopen en dan. Hier aan. Ja, dat ga ik doen. Zet ik er wel even voor een pauze. Want ik vind het als een rot om die mensen te pesten. Juist. En. Dan wil ik even de engelsknip aanzetten. Goed, dan hebben we hier zo eventueel nog ruimte over voor een andere attractie. En er was een melding die ik net kreeg dat er onvoldoende rustruimtes waren. Of nee, net. Dat was dus vorige keer. Er waren onvoldoende rustruimtes voor de. Het personeel. Even kijken, waar is het? We zijn toiletblok. Dus hier. Ja, dat is dichtbij genoeg. Dat hoeft niet zo. Small Attractions Hotel. Ja, ook geen een hotel meer kleuren. Nee. Als er een hotel komt, niet dat hotel. Dit is wel geinig. Deze is te groot. Zo, als die vorige al te groot was. Oh, deze is afschuwelijk. Moet je kijken, die lichtjes. Oh man. Ja, oké. In bepaalde settings zal die pas zo prachtig zijn. Deze heb ik zelf gebouwd. Deze staat hier al. Deze...
Alles in één. Hotel Het Arsenaal. Deze, kan ik ietsje, deze is ook eigenmakelij. Heeft alles. Heeft toiletten. Heeft rustruimtes. En eigenlijk heb ik zoiets van... Hij past hier geweldig. Aan de andere kant... Hij past hier totaal niet. Want alles, hier zitten dan de wc's en dan moet het mensen. Nee, dat gaat niet lukken. Nee, oh ja, ik was op zoek naar staff management. Het is zo. Het is. Goed, Nederlanders waren niet vies van piraten. En. Iedereen kent wel Piet Hein, zijn naam is klein. En deze kan hier wel, en deze kan hier wel. Waarom niet? Nou, ik zie eigenlijk niet in waarom niet. Dan zet ik hem hier neer. Nu zou ik eentje van eigen makelij. Nee, want door Indonesië hebben we toegang gekregen tot Indonesische maaltijden. Ik lees nog wel eens een keer het boek Varen en Vechten van K.O.R.L. K.O.R.L. In ieder geval, dat boek gaat over Nederlands koopvaardijpersoneel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En ja, in de Tweede Wereldoorlog... Tenminste, als ik het thuis moet geloven, was het standaard dat er nasi werd geserveerd aan boord van Nederlandse schepen. Ja, ook wel eens iets heuspot. Maar hoor ze vooral over nasi. Hoe het bami. Nee, eigenlijk van nasi. En dan een rijsttafeltje op zijn tijd. Goed, dan hebben we alleen nog dit gedeelte. En daarvoor had ik eigenlijk dan in gedachten om gewoon lekker ouderwets die neer te zetten. Want ja, waarom niet? Multi selection, juist. X. Ja, eigenlijk gek. Waarom staat Piet Hein niet in de kaal? Aan de andere kant, wat hij uiteindelijk voor Nederland heeft betekend is, kan je ter discussie stellen? Ik bedoel, eigenlijk was hij een gewoon ordinaire zeerover natuurlijk, dat hij er gewoon in geslaagd is om... Nee, dat doe ik gewoon even met de hand. Zo. Dat hij er uiteindelijk in geslaagd is om de zilvervloot te... Zo. Dat was niet geheel de bedoeling. Nee, je moet hier eerst in overgaan. Nou, dat niet, joh. Zo. Huh.
Goed zo. Zo ziet er geinig uit. Dan zo. Nou, als dit niet mee gaat helpen voor de rij, dan wijs ik het ook niet meer. Het hoeft niet veel, het hoeft alleen maar 100% te worden. Ondanks dat zeg die rij wordt op deze manier vies lang. Komt wel niks. Let's go. Auw. Tik, tik, tik. Nee, wat doe ik er nou? Weird. Of ik wel een beetje van die rij op zo. Best wel breed om hier zo een paar bompjes in te gooien. Ik weet dat Amsterdam er niet zo uitziet, maar. Yo! Maar de ring Amsterdam, of hoe heet dat, grachtengordel, is verdwenen. Nou. Van de Kaal. Die heeft er wel opgestaan trouwens. Nu staat is er hier zo'n kleine troon tegenaan mensen. En de rij loopt alweer vol. Wat schrijf van nodig. Oké, de Romeinse Limes begint een beetje oud te worden. Al hadden de Romeinse keizers dat nou begrepen, had het Romeinse Rijk misschien nog bestaan. Te veel gasten willen de loonbloems misbruiken. Net zoals de pipshot. We hebben winst geboekt en zijn losers opgepakt. En we hebben research. Oh, die had ik al. Maakt niet uit, we krijgen burning rubber. Ik denk dat ik al weet welke dat is. En ik weet ook al wanneer ik die ga gebruiken. Het is 100%. Je kan niet meer gaan dan 100%. Het is 99% of 100%. Juist. Zeg, ik weet wel wat ik die ga gebruiken. En jullie lekker niet, maar je mag het raden. Goed, de props. Want we zijn hier nog niet helemaal klaar. Ik wil hier zo lichtjes langs. Gewoon puur om het een beetje licht te houden. Nee, de wachtrij is erg lang, maar ik vind het wel. Het is een flink eind opgeknapt nu, hè? Ziet er nu zo beter uit. Moeten we alleen nog even bedenken, wat willen we hier? Dus ik wil hier iets met eten. Want een hoop mensen hier zo hebben honger. Even kijken, wat gaan we hier neerzetten? Als we hier ciao mijn ciao willen. Oh, die hebben we hier al staan. Dat persoonlijk iets van friet of zo.
zal het voorlopig even. Het zijn meteen zoveel. Plus hij ziet er niet uit. Dit is zo Amerikaans. Ik wil even boompjes deleten. Ja, die hadden we al. Bekeken, die had ik ook met de zetgang eigenlijk al afgeschoten een beetje. Zo, wie er niet naar de VOC WGC gaat, die gaat hier zo naar Johan van Oldenbarneveld. Johan, je bent een gouden investering geweest. En Willem de Zwijger deed het goed, die begint nu een beetje af te koelen. Die is steeds meer kapot geweest of zo. Nee, dan heeft hij gewoon goed lopende rij, laten we het daarop houden. Plus niet iedereen durft in. Ja, je ziet ze nog zat ruimte voor eventueel een attractie. Even kijken, dan wil ik hier zo ook. Hier dan ook, ja. Ja! Til hem op, zag je dat? Dat was niet de bedoeling. Oké, even kijken. Staff management, mechanics. Ik kan deze nog trainen. Security guards, ik kan deze nog trainen. Janitors. En entertainers. Ik kan misschien nog entertainer aannemen, dus voor dat gebied. Captain Lockjaw. Nee. Wel, Captain Lockjaw in de buurt van de VOC. Ik heb eerder al gezegd, alleen als we, hoe heet die, Michiel Druiten ergens zou willen blijven. Waarom niet eigenlijk? Even kijken, staafbeelding, ik wil deze wel even en dan wil ik Ik vind dat we redelijk wat gedaan hebben. Ik bedoel, de VOC had daar. Oh. Breed tegen de reen. Ha, ha, ha. Deze moet nog. En dan wel met de juiste. Dan moeten we. 1602 tot 1799. En moeten we even de advertisement destination verdienen. Confirmatie. Anno 1602. Als we het toch over games hebben, ik dacht serieus vroeger altijd het anno 1602. Dat was nog in de tijd dat internet mijn guests aan thirsty. Nee, gaan we voorlopig even niks aan doen.
Daarvoor hadden we dat anno 1602 was gebaseerd op de VOC in de WIC. Of naar VOC. En ik weet nog steeds niet zeker of dat wel of niet zo is. Kijk, anno 1602, anno 1800 is ook een favoriet spel van mij. Favoriet spel, heel goed. Favoriete game van mij. Het is natuurlijk dat als je alles bij elkaar optelt, dan is het volgens anno-serie moet het cijfer 9 zijn. Dus anno 602, 1 plus 6 plus 0 plus 2 is 9. Dus 1 plus 6 is 7 plus 2 is 9. Nou, dan had je 1701, wijs voor zich, 1 plus 7 is 8 plus, plus 0 is nog steeds 8 plus. Nou, 1800 is 1 plus 8 is 9. Dus dat is zoals we het hebben samengesteld, maar het eerste deel speelde zich wel af in 1602 en dat ging over, waar elk ander spel over gaat, koloniseren. Wat ik me dan dus afvraag, ze zeggen dat alles bij elkaar op het terug mee moet zijn, maar is dat werkelijk zo? Is het niet gewoon zo dat ze dat ze het eerste deel ook een beetje hebben afgekeken van anno 1602? Aha. Nou, we laten het maar zo, hè. Nou, dit is zo afgebouwd. Ziet er wel mooi uit zo. Ja, je moet niet achter de façade kijken, maar dat heb ik ook al de vorige keer gezegd. Dat geldt voor alles. Je moet ook geen rondje doen in. Ja, je wil ook niet hebben dat de Vliegende Hollander dat daar zo alle lichten aan staan. En eigenlijk elke attractie. Het gaat om de magie. Het gaat niet om de werkelijkheid. En deze façade geeft magie. Ja, dit is werkelijkheid. Dat er achter die façade geen ene piep staat. En het gaat erom dat als je hier kijkt. Dat je denkt van, hey, we lopen langs huizen. Hetzelfde geldt voor hier. Je moet denken van, hey, we lopen over heel slechte kopie van Binghof, want daar zagen bomen. Hier is in feite gewoon niks. Geldt voor alles natuurlijk, geldt over de hele linie. Maar goed, ik ga eind en breien. Dus de clichétjes, dinges, punt. Juist, dat waren de clichétjes. En waarschijnlijk nu zo ongeveer. Eigenlijk moet ik eens een keertje opschrijven. Ik ben nu constant alles aan het afzoeken. Maar waarschijnlijk nu zo ongeveer een plaatje in beeld over de volgende attractie. Over de Beemster. Nou, de Beemster gaat over de Beemster. Maar eigenlijk gewoon over hoe wij Nederlanders het land ontworsteld hebben aan het water. Amen. Dus die staat dinsdag weer online. Volgende week ben ik weer terug met weer een halve aflevering. Dus, we hebben na deze nog 36 afleveringen te gaan. Na de volgende hebben we nog 35 te gaan. Ik dacht dat we bij 10 al heel ver waren. Maar goed, het wordt vanaf nu eigenlijk alleen nog maar leuker en spannender, want we hebben de eerste paar duizend jaar geschiedenis. Boom. We werden in één keer gelanceerd door 36 attracties. Niet lieg, we hebben nog niet zoveel attracties. Maar goed, ik wens jullie nog een fijne week, fijne zondag, fijne, En houdoe met groeten uit Kamelpark, zou ik zeggen. Ik ben heel blij mee. Hartstikke blij.